Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 9 februari. Gods karakter kennen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig, rijk gezegend, benijdenswaardig, de mens die bij hem schuilt. Het is belangrijk om Gods karakter te kennen. Waarom? Het geeft ons onderscheidingsvermogen. Als we Gods karakter niet kennen, hoe kunnen we dan ooit weten wat van God is en wat niet van God is? Hier zijn 3 karaktereigenschappen van God die mij helpen om in lijn te blijven met wie Hij is en wat Hij aan het doen is. 1. Rechtvaardigheid. God is rechtvaardig. Dat woord rechtvaardig is zo geweldig, omdat het betekent dat Hij altijd alles goed zal maken als dingen verkeerd dreigen te gaan. Dit helpt mij geen zorgen te maken wanneer ik slecht behandeld word, want ik weet dat God rechtvaardiging zal brengen. Het is wie Hij is. 2. Goedheid. God is goed. Dit feit verandert nooit. En Hij is altijd goed, niet alleen af en toe wanneer de dingen op jouw manier gaan. In Psalm 34, vers 9 staat: proef en zie de goedheid van de Heer. Gezegend is degene die bij Hem schuilt. Als dingen slecht gaan, dan vind ik juist grote bemoediging in Gods goedheid. 3. Heiligheid. God is heilig en rechtvaardig en Hij verlangt ernaar om ons te heiligen, zuiver en schoon, vrij van de onreinheid van zonde. Om eerlijk te zijn, het heeft mij in mijn wandel met God geholpen om te realiseren dat wat Hij doet goed is, of ik het nou leuk vind of niet. Dit helpt mij om in lijn met Hem te blijven. Deze 3 eigenschappen zijn niet de enige karakteristieken van God, maar het zijn wel een paar van de meest belangrijke en krachtige voor mij. Ik moedig je aan om wat tijd te besteden deze eigenschappen en andere eigenschappen van God die belangrijk voor je zijn op te zoeken. Als je onderzoekt wie Hij is, zal de Heilige Geest je helpen om zijn karaktertrekken je eigen te maken. Start met deze uit te oefenen in je dagelijks leven en zie wat God doet. Proef en zie hoe goed Hij is. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, U bent geweldig. Uw rechtvaardigheid, goedheid, heiligheid en ontelbare andere eigenschappen verwondert mij en herinnert mij aan Uw goedheid. Blijf mij aan uw karakter herinneren, zodat ik meer kan worden als u. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.